Niks lekkerder dan een goede rundsbrochet op de barbecue. Maar nog leuker is dat je die brochetstokjes verandert door houterige kruiden. Ik denk aan laurier, aan rozemarijn, tijm. We nemen een mooi stuk vlees. Die snijden we in 4 staven. We ritsen de zijtakken van de rozemarijn in dit geval. Prikken het vlees hierop. Vlees heeft altijd peper en zout nodig. Maar last minute. Klein beetje olie erover, echt niet veel. En grillen. Wat je kunt doen, is de blaren van de kruiden nu mooi nat spuiten. Waardoor dat die niet kunnen branden. Maar je vlees kan wel mooi schroeien. Voor mensen die houden van kruidig rundvlees, is deze echt hemels. Smakelijk.